Ik ben jullie rijk op. Ik ben 12 jaar oud en ik ben spits van onder 13. Hey. Ik begon bij FC Purmerend. Was ik één keer best speler van het toernooi geworden. Dus ik denk dat ik daarmee begon eigenlijk. Mijn voetbalavontuur. Het was gewoon mijn droom om profvoetballer te worden ook. En ik voetbalde heel vaak op straat met jongens van toen ik nog 6, 5 was. Voetbalde ik al met jongens van 14, 15 om gewoon beter te worden. Ja. En, het was eigenlijk gewoon een soort droom om uit te spelen. Ik kreeg kleding, een bidon, je kreeg een nummer, kreeg je ook. En ik dacht eerst van, want nummer 9 hadden ze niet uitgedeeld. En toen kreeg ik nummer 8. Ja, en dat was eigenlijk mijn vaste nummer toen in de F1. Ja, het is gewoon toch heel verzorgd en zo met de kleding en de kiksen die je krijgt. Je hebt goede trainers, goede begeleiding. Ja, goede velden, dus ja. Ik wilde zelf gewoon altijd in de spits staan. Ik wilde altijd goals maken en goals maken, dat was vooral. Y fuera de juego, que ven resolve. Buenísimo pase, buenísima finalización. Rykov. Veíamos una foto de Casper Dolberg, veíamos sí. A él hasta peinado. Creo que seros, seguro que esos rapaces que tienen como ídolo, porque o físico es como él, exactamente como él. Pollo, remate, qué golazo. Impresionante golazo que acaba de marcar Rykov. Rykov, gol con fortuna, pero llega o cuarto do Ajax. Ya con rey de presa, cerca de bol, un goede trap, goed schot, beide benen, poppen kan ik ook. Goals maken natuurlijk. En naarmate dat je ouder wordt, ga je ook meer echt gewoon tactieken bekijken. En krijg je ook gewoon wat meer beeld van het voetbal, zeg maar. Dat je echt tactiek hebt met achterin ook gewoon de bal rond laten gaan en dan loeren op een kans wanneer je gewoon door kan steken of gewoon een lange bal kan geven. Dat je die dan gewoon ook geeft en dat je zo snel mogelijk bij het goal komt. Ik wil sneller worden, maar daar wordt ook op getraind met mij. Dus sterk worden wil ik. Ik ben gewoon elke dag gewoon bezig met mijn lichaam eigenlijk. Ja. Gewoon goed eten, goed slapen, gewoon je rust pakken wanneer het nodig is. En ik wil gewoon elke keer mezelf verbeteren. Door gewoon elke dag het uitzijtje te halen en gewoon in het mentale ook gewoon beter worden. Door gewoon goed met je emoties om te gaan. En gewoon af en toe ook als je wat van de trainer nodig hebt, gewoon naar de trainer toe gaan en gewoon vragen om hulp. Ik train 4 keer per week en dan op zaterdag een wedstrijd. Dit is mijn eerste jaar dat ik bij de busjes ook zit en dit is mijn eerste jaar op de middelbare school. Dus het is nog wel een beetje wennen, maar tot nu toe bevalt het me. 8 uur ga ik de deur uit en dan stap ik op 8:17 op de trein. En dan heb ik gewoon lessen tot 1:15 en dan word ik opgehaald daar met het busje. Dan kom ik bij Alex aan en dan is de ene dag moet ik studie eerst en dan de andere dag ga ik eerst trainen. En dan ben ik rond 7:30, heb ik gegeten ook. En dan ga ik 7:30 de busjes in en gaan we naar huis. En dan ben ik rond 7:15 thuis. Dus op de woensdag gewoon, is wel mooi dat het precies in het midden valt. Heb ik een beetje rust in het midden. En dan kan ik daarna weer 2 dagen volle bak voor de wedstrijd gaan zaten. Als ze zien dat ik gewoon meer weerstand nodig heb, dan zetten ze me soms bij de onder 14 en heel soms bij de onder 15. Ik was wel even verbaasd, zeg maar. Want opeens onder 15 is toch wat anders dan onder 13, dat is 2 jaar ouder. Dus ik was heel blij. Het ging goed, ik heb veel balcontacten gemaakt. Ik kon aardig mee in het spel. Het is natuurlijk wel een ander niveau als bij mij in onder 13. Maar ik heb nog een goal gemaakt, dus complete wedstrijd eigenlijk.
Ja, ik vond het superleuk, want het is gewoon met oudere jongens. En je kijkt gewoon ook een beetje naar de voetbal. Zo zit ik eigenlijk redelijk mee, want ik ben die jongens, het is eigenlijk gewoon mijn eigen lengte, want ik ben vrij lang. Dus ik begrijp mijn spel. Ja, ik was veel betrokken in het spel, maar als het op kansen aankomt, dan kon ik wel niet. Ik heb nog een soort buitenspel goal, wat eigenlijk voor mij geen buitenspel was. Ja, teleurgesteld, want ik wil gewoon elke wedstrijd scoren en als dat niet gebeurt, dan geeft het weer niet zo'n lekker gevoel. Maar ik ga gewoon weer op naar maanden. Ja, eigenlijk ben ik elke dag aan het voetballen en dan op zondag gewoon met mijn vrienden. Ik heb een hele grote voetbalkoor bij mijn oude school. Mijn voorbeeld slaat er niet bij een fiets. Suarez kijk ook nog wel eens naar Klaasje Winkler. Dat zijn complete spitsen voor mij. Ja. Ik let op hoe ze lopen en wat ze dan aan het doen zijn. En of ik dat misschien zelf ook in de wedstrijden kan doen. Ja. Ik vind het hartstikke leuk om te doen en dat wil ik ook zo lang mogelijk eigenlijk blijven doen. Dus ja, daarom wil ik ook echt profvoetballer worden. Ah, het is echt makkelijk.